Als Joel geblesseerd is, dan mogen ze mij ook bellen. Op hoeveel posities ben jij eigenlijk inzetbaar? Ik denk op 11 ongeveer. Waar ligt je voorkeur? Nee, gewoon centraal achterin is mijn favoriet. Maar als het soms op de back moet, dan mogen ze me daar ook wel gebruiken. Maar het liefste sta ik centraal. Ja, dat was natuurlijk vorige week, werd je rechtsback gezegd. Bevalt het je dan wel als je daar moet staan? Ja, dat is wel even anders. Ik heb er in het verleden ook gestaan en toen heeft dat ietsje minder goed uitgepakt. Maar nu ben je ook wel weer een stukje verder en meer ervaring en ietsje rustiger aan de bal. Maar als je al een aantal jaar centraal staat, dan is dat in het begin wel even wennen. Maar je weet ook van jezelf wat je van de back verwacht. Dus ik heb dat een beetje meegenomen en gewoon spelen op ervaring. En gewoon een beetje simpel spelen en dan gaat het volgens mij wel goed. Ja, er waren ook bijvoorbeeld mensen die zich dan verwonderden van waarom haal je je sterke centrale duo uit elkaar. Snap je die reactie ook? Nou ja, dat is fijn om te horen inderdaad, maar het staat goed de afgelopen weken, dus dat is misschien wel apart in die zin. Maar goed, de rechtsbacks die waren geblesseerd en we hebben ook een goede vervanger met Schenk, dus ja, dan is het misschien wel logisch dat je zo gaat schuiven. Nou ja, en doordat jullie de nul hielden, heeft de trainer hoe dan ook gelijk aan zijn zijde, denk ik. Ja, precies. Inderdaad, als je als verdediging en als elftal gewoon de nul houdt, dan heb je in principe goede zaken gedaan. Ja, er waren wat rechtsback geblesseerd. Hoe staat het ermee? Komen er alweer wat terug? Of? Ja, ik denk dat we morgen wel weer een ander mogen verwachten. En Jeroen van der Lely, als ik die elke dag op trainingsveld weer zie, is die wel lekker bezig. Dus wie weet. En Rafael, die zit nog wel in de revalidatie. Maar ik denk ook over een paar weken dat hij wel weer erbij zit. Ja, want dan vraag ik me wel af, zien we je morgen weer op je oude vertrouwde plek terug? Ja, daar ga ik zelf wel van uit. Dus ik ga me daarop voorbereiden. Ja, ik vroeg niet alleen van op hoeveel posities kun je uit de voeten. Want gisteren op de training begaf je je zelfs even onder de lat. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was een geweldig spelletje. En ik heb ze allemaal eruit gehouden. Dus als Joel geblesseerd is, dan mogen ze mij ook bellen. Van alle markten thuis die bijen. Ja. Ik zei al, vorige week de nul gehouden. Maar ja, ook de periodetitel gepakt. Hè? Ja. Het sneeuwde wel een klein beetje om, omdat jullie eigenlijk zelf ook meteen aangaven. Ja, tuurlijk hartstikke leuk, ja. Maar we gaan maar voor één prijs. Hebben jullie naast dat kleine feestje wat wij konden zien op het veld in Os toch nog wel enigszins aandacht aan besteed? Ja, die kleedkamer is achtergelaten daar. Dat is nee, eigenlijk niet. Het is, we hadden allemaal hetzelfde doel. En dat was gewoon die wedstrijd winnen. En dat je dan ook de periode pakt is leuk. En eigenlijk, ik vind ook niet dat we daar inderdaad lichtzinnig over moeten doen. Het laat gewoon zien dat je een goede reeks hebt neergezet. Maar wij weten gewoon allemaal duidelijk ons einddoel. En daar gaan we vol voor. Wat voor een wedstrijd verwacht je tegen Volendam? Ik verwacht weer dat Volendam zoals vanouds 1-1 gaat spelen. Dus van hun wel een beetje ren- en vliegvoetbal. Maar ik hoop dat wij ons goede spel gaan laten zien. En een goede overwinning weer een keer in de grotsvesten gaan neerzetten. Ik staaf dat dan misschien ook een beetje aan de ploegen die een beetje rondom jullie heen staan. Maar daarin zijn zij best wel een taaie tegenstander gebleken. Hou jij je daar ook een beetje aan vast? Ja, nee, dat is ook inderdaad. Ik heb gezien dat ploegen daar op bezoek altijd lastig hebben. Wij hebben het zelf daar ook lastig gehad. Maar een of andere jongen in de laatste minuut die deed nog wat geks of zo. Dus ik heb geen idee, dat ga ik zo even googlen. Maar dus inderdaad, Volendam is een moeilijke ploeg. Dus we zullen morgen volledig gefocust moeten zijn. Nou, google dat even, want ik weet het ook niet meer. Ja, is goed.